Ja, waarom dromen we eigenlijk? Kaartje. Ik wil graag even vertellen over wat de wetenschap hier eigenlijk over zegt. En wat ja, veel mensen hierover hebben gezegd. En uiteindelijk wil ik het overgrote deel van deze lezing besteden aan wat het boeddhisme daarover zegt. En ook hoe we ons goed kunnen voorbereiden op een droom en hoe we er ook bewuster van mee om kunnen gaan. In de zin dat de dingen, hoe ons dagelijks leven gerelateerd is aan onze dromen. Maar eerst, wat zegt de wetenschap eigenlijk over dromen? Nu hadden jullie al genoemd dat dromen een soort verwerkingsproces vaak is. En dat is natuurlijk ook de meest bekende theorie van dromen, hè? Dat we dromen hebben, bepaalde dromen hebben, omdat we bepaalde dingen moeten verwerken. Dat is de oudste theorie, denk ik ook, van Freud en van Jung. Tegenwoordig zie je dat de wetenschap eigenlijk helemaal niet zoveel meer met Freud en Jung doet. In die zin dat het niet ja, meer gewoon een soort ideeën zijn, maar die niet echt wetenschappelijk nog verder worden voortgezet. Er is zelfs een hele wetenschap van dromen trouwens. Die heet de oneirologie, als ik dat goed uitspreek. En ze zeggen in de oneirologie zeggen ze dat we dromen gedurende het REM-stadium tijdens je slaap. En dat is een bepaald stadium waarin je ogen op een bepaalde manier bewegen. En daarom heet dat zo, de rapid eye movement stadium. En die dromen die kunnen volgens de wetenschap van een paar seconden tot 30 minuten duren. En gemiddeld dromen we 3 tot 5 keer per nacht. Dat verbaasde mij een beetje, omdat ja, meestal denk je dat je toch niet zoveel droomt. Maar de meeste dromen onthouden we natuurlijk ook niet. Het is een van de grootste mysteries van het menselijk leven waar de mens zich eigenlijk altijd mee bezig heeft gehouden. Het is niet iets wat zo voor de hand ligt. Want ik ga nu vertellen over wat de religie hierover zegt en wat de wetenschap erover zegt. Maar in feite staan we een beetje op hetzelfde punt. Want wetenschap is er eigenlijk helemaal nog niet achter wat dromen eigenlijk doen. We denken vaak dat de wetenschap het de grootste deel van de mens begrijpt, maar dat is helemaal niet zo. We weten niet eens waarom we slapen, laat staan waarom we dromen. En dat is echt waar. Ik bedoel, waarom slapen we eigenlijk? Heb je daar wel eens over nagedacht, hè? Ik bedoel, waarom doen we niet gewoon, gaan we niet gewoon? Iedereen moet lichamelijk rusten, daar zijn we het allemaal over eens. Maar waarom moeten we onze ogen sluiten? Heb je daar wel eens over nagedacht? Er zijn mensen die bepaalde hersenziektes hebben, dat ze dat niet kunnen. Ik heb een keer iemand ontmoet, een tante van een van de mensen die hier naar de tempel kwam. En die kon niet slapen. Die had een hersenziekte waardoor ze niet kon slapen. Ze had nog nooit geslapen. Dus ze lag wel, ze was wel fysiek aan het herstellen, maar ze kon dus niet haar ogen sluiten en slapen zoals wij kunnen slapen, zoals de meeste mensen kunnen slapen. En dan denk je, ja, maar ging ze dan stiekem in een hoekje ergens wat wegdutten of zo? Nee, ze sliep gewoon nooit. Maar toch kon ze, ja, was ze toch ja, ze was niet heel ziek of zo. Waarom slapen we? Dat weet de wetenschap nog niet echt goed. En ook niet waarom we dromen. Maar er zijn al heel veel mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden. Vanaf 5000 jaar geleden zijn er al bewijzen, sinds de tijd van Mesopotamië, de oudheid, dat mensen zich afvroegen, wat kun je nou met die dromen? Er zijn hele dromenverklaarboeken uit de oudheid, die hele lijsten bevatten van hoe je dromen kunt interpreteren. En dat bepaalde dingen altijd dit of dat betekenen. Echt hele soort van woordenboeken van dromen, zeg maar. En in de oudheid, in het oude Griekenland, geloofde men dat dromen rechtstreekse boodschappen van de goden of van overleden mensen bevatten. En dat men de toekomst mee kon voorspellen. Nou, daar kom ik zo nog op terug.
En in sommige culturen worden dromen ook gebroed. Incubatie van dromen. Met de bedoeling om voorspellende dromen te ervaren. Dus dan ga je naar een heilige plaats. Bijvoorbeeld een grot of een tempel. En dan ga je daar slapen met de bedoeling een boodschap van de goden te ontvangen. Ik weet niet of dat iemand dat hier ooit gedaan heeft. Maar dat zijn dus opvattingen die mensen hierover hebben. Nou, dit soort informatie kun je makkelijk op het internet terugvinden. Maar het is wel interessant, vond ik zelf, om te lezen dat de meeste mensen geloven dat dromen een verborgen waarheid bevatten. Dat het toch iets over jezelf zegt. En misschien zelfs wel iets over het leven dat je leidt en de dingen die je gaan overkomen. Ja. Dit zijn de meest gangbare wetenschappelijke theorieën. De hersenwetenschappers zijn op dit moment het meest invloedrijk in de theorieën over dromen en het meest geaccepteerd. Een gangbare theorie is dat dromen het afval uit de geest verwijderen. Dus bepaalde patronen die niet goed werken in de hersenen. Dus de bepaalde patronen, dus bepaalde verbindingen, ik geloof ze dat synapsen noemen, die moeten worden gestroomlijnd of die moeten worden weggegooid, dan gebeurt dat tijdens onze dromen. Dat is een theorie, hè? Dat is nog niet bewezen. Het is ook wel een theorie dat dromen bepaalde herinneringen dieper inprenten door onze dromen. Dus bepaalde dingen die we moeten onthouden, omdat het misschien gevaarlijk kan zijn in ons leven, daar dromen we over en dat onthouden we beter. Ja, dus als je die en die collega voor zijn voeten loopt, dan krijg je misschien ruzie met hem en kom je in de problemen, dus ga je erover dromen. En op die manier herinner je jezelf eraan van beter die kerel niet voor zijn voeten lopen. Psychologen, nou dat weten we, die theorieën zijn heel bekend, maar er wordt eigenlijk niks meer mee gedaan op dit moment. Of heel weinig. Er is wel een psychoanalyse nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die dus echt je dromen gaan analyseren en dan zeggen dat je eigenlijk met je moeder naar bed wil of zo. Maar die theorie wordt in de wetenschap niet langer geaccepteerd. Dus dat is de theorie van Freud. Maar Freud was wel invloedrijk in het helpen denken over ons bewustzijn en onze geest. En Jung die ging daarop op verder. Wat wel interessant is dat Jung die zei dat we bepaalde kwesties in ons leven hebben verwaarloosd. Hij trok het eigenlijk wat breder dan Freud. En dat die als het ware weer opnieuw naar boven komen in onze dromen. Dat is wel een interessant idee. En ook er zijn ook twee theorieën die evolutiepsychologen veel zich mee bezighouden. Nou, normaal gesproken wordt de evolutiepsychologie niet zo heel serieus genomen. Maar deze theorieën die hebben wel een zekere relevantie in de wetenschap gekregen. Dat dromen ons klaarmaken voor gevaarlijke situaties. Er zijn beelden op YouTube die je kunt vinden van honden die dus aan het dromen zijn, waarschijnlijk. En die dus aan het rennen zijn, terwijl ze aan het dromen zijn. Dus je ziet ze rennen op hun zij. Dat is heel grappig om te zien. En dat is vanuit dat soort analyse concluderen ze dus dat we eigenlijk door dromen leren om ons voor te bereiden op gevaarlijke situaties. Er is ook een bepaald stadium in onze tijdens de remslaap, om daar weer op terug te komen, dat onze spieren helemaal zijn verlamd, waardoor we dus niet kunnen handelen met ons fysieke lichaam uit de gevoelens die in onze droom opkomen. Want dan zouden we misschien wel gaan wegrennen of zo. En dan zouden we misschien wel tegen de muur in onze slaapkamer aanlopen. En wat ook een idee is, wat door de wetenschap wordt bestudeerd, is dat we door dromen nieuwe ideeën opdoen. Dat vind ik wel interessant, want ik heb dat zelf ook wel ervaren, dat we soms ineens bepaalde doorbraken hebben, bepaalde ideeën, tijdens dat we aan het dromen zijn. Dat we dachten, god, daar heb ik nooit over nagedacht. We maken bepaalde verbindingen. Ik heb zelf iemand gekend, en heb ik nog steeds wel eens contact mee, die liedjes schrijft over boeddhisme en die had op een gegeven moment een heel geweldig mooi idee tijdens zijn droom.
Ja, dus dat soort dingen komen wel voor. Dus ja, er zijn dus ook in de boeddhistische teksten, er is een boeddhistische tekst in de boeddhistische commentaren, die spreekt over vier verschillende oorzaken van dromen. En ik heb ontdekt dat er ook in de Chinese traditie diezelfde oorzaken worden aangehaald. Dus blijkbaar heeft het toch wel... ik ken het van de Thaise boeddhistische, de Theravada-traditie, maar het wordt dus ook in andere tradities wel erkend, die vier oorzaken. Dus het is blijkbaar heeft het wel een universele afkomst, waarschijnlijk wel van de oudste teksten. En in de Thaise is er een heel dichterlijke opsomming van deze vier. Maar in het Nederlands is dat moeilijk te vertalen, dus je krijgt een beetje een saai lijstje. Maar de eerste is de lichamelijke oorzaken. Tweede zijn de geestelijke oorzaken van onze dromen. Derde zijn bovennatuurlijke oorzaken. En de vierde is vanwege de wet van karma. En ik heb al eerder gezegd, karma spellen we soms als kamma, met dubbel M, soms met RM. Dat kan allebei. En de boeddhistische teksten zeggen, als we weten wat de oorzaak is, dan weten we ook welke waarde de droom heeft. Dus naast de mogelijke analytische waarde van jezelf beter leren kennen, kan het ook zijn dat er misschien een bepaalde, dat het een bepaalde waarde heeft in de zin dat het iets zegt over de toekomst. Nou, dat is natuurlijk wel, voelt een beetje aan als een soort horoscoop of zo, maar dit... gaat er vanuit dat we soms wel iets kunnen leren van onze dromen. Lichamelijke oorzaken, zo zeggen de teksten, gaan ze daarover verder. En geestelijke oorzaken... ik heb hier een tikfout gemaakt, excuus. Er is iets misgegaan. Daar moet staan, komen nooit uit. dit zijn eigenlijk dingen... Nou, daar kom ik zo op terug, wat ik daarmee bedoel. Bovennatuurlijke oorzaken kan soms inderdaad uitkomen. Dus dat het een boodschap is over wat er gaat gebeuren in de toekomst. En als het een droom is die ontstaat vanwege de wet van karma, komt die altijd uit. Dus laten we eens gaan kijken wat het allemaal betekent. Lichamelijke oorzaken. In de Thais zeggen we taat viprit. Taat viprit. En dat is dus, kan letterlijk betekent, tatvipit betekent dat de elementen in je lichaam verdraaid zijn. Met andere woorden, als je het in de moderne medische wetenschappelijke terminologie zou uitdrukken, dan zou het, je lichaam is niet in balans. Of je lichaam kent bepaalde storingen of zoiets dergelijks. Nou, dat kan ook je omgeving zijn. Dat er bepaalde dingen in je omgeving zijn waardoor je lichaam wordt beïnvloed. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je slaapt op je arm, waardoor je bijvoorbeeld bepaalde nachtmerries hebt. Of het kan zijn dat je bepaalde planten, dat je te veel planten hebt in je kamer, waardoor er te weinig zuurstof is. Of dat er een andere oorzaak is dat je de verwarming te hoog hebt gezet, waardoor je eigenlijk te weinig zuurstof krijgt en daardoor heb je dromen die niet aangenaam zijn. Ja. Of dromen die niet fijn zijn. Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen die... Daar zit geen waarde aan, daar moet je niet te veel achter zoeken. Het is gewoon meer dat je lichaam fysiek... bepaalde fysieke problemen heeft en daar reageer je mentaal op. Net zoals we in ons dagelijks leven wel eens reageren als we een beetje ziek zijn, dan zijn we ook wel vaak soms een beetje gefrustreerd omdat we ziek zijn enzovoort. Dan heb je geestelijke oorzaken en dat noemen we ook wel de vijf hindernissen. Dat zijn dingen die ontstaan in onze geest en in het Thais zeggen ze dit niet wonen. Dus dat rijmt bij elkaar. Hè? Dus taat, viprit, dit niveau. En dat is een soort van rijmen in het Thais. Dat de laatste woord van de eerste frase rijmt met het eerste woord van de tweede frase. Maar goed. En
dat heeft eigenlijk altijd te maken met gebeurtenissen die we hebben meegemaakt, dingen, mensen die we zijn tegengekomen. En daar reageren we emotioneel op. Dat zijn heel vaak zorgen die we hebben of angsten die we hebben. We denken dat we zullen falen. We kunnen bijvoorbeeld dromen dat we... Misschien hebben we de dag erop een sollicitatiegesprek en we dromen dat we... vergeten onze kleren aan te trekken of zo. Dat soort dromen komen wel eens voor. Of mensen dromen ook wel eens dat ze van een ravijn afvallen of zo. Dit zijn gewoon eigenlijk hele fundamentele angsten. Negatieve emoties en onrealistische percepties. En die dingen die kunnen ons geest dus in beweging zetten. En dan heeft het ook niet zoveel betekenis. We moeten daar ook niet te veel waarde aan hechten. Maar het zegt wel iets over wat jullie ook al zeiden. Van, soms dan zegt het iets over waar je mee bezig bent. Wat je aan het verwerken bent. Dus het is niet zo, zoals in ieder geval vanuit boeddhistisch perspectief. Niet zo dat alle dromen terug kunnen worden geleid naar verlangens. Zoals Freud later dan zei in zijn leven. Dat alle dromen terug kunnen worden geleid door... omdat je een bepaalde boosheid hebt en dat je eigenlijk je vader wilt doden of zo. Dat is allemaal, dat is niet waar. Misschien speelt dat wel bij bepaalde psychiatrische patiënten, waar Freud met name zijn theorie op baseerde. Maar in de psychologie wordt dat niet meer serieus genomen. En in de boeddhistische kijk hierop ook niet, kijken we er ook niet op zo'n manier naar, maar... Het is wel zo dat negatieve emoties dus een rol spelen bij heel veel van onze dromen. En het overgrote deel van onze dromen zijn ook niet duidelijk. Dingen zijn door elkaar gehuzzeld. Eén iemand die eigenlijk iets tegen ons heeft gezegd in ons werkelijke leven, in ons echte leven, die zegt in onze droom is het ineens iemand anders. Dingen kloppen vaak niet. En dat is een beetje een teken dat onze dromen niet echt helder zijn. Dat geeft dus ook aan dat er een zekere emotionele component is die ervoor zorgt dat de dingen verdraaid zijn en niet duidelijk zijn, niet helder. En dan is het ook vaak niet zo heel aangenaam onderdeel van het slapen, dat soort dromen. Het kan soms ook wel aangenaam zijn, maar... Het is vaak, zorgt het voor een deel van onrust in ieder geval. En mediteren is daar natuurlijk een hele goede oplossing voor. Door meditatie worden je dromen vaak anders. Vooral als je mediteert net voor het slapen. Dus het, als het ware het voorbereiden voor het slapen. Dat is ook een manier hoe je naar meditatie kunt kijken. Dat je voor het slapen gaan even mediteert. En dat is ook iets wat de Boeddha zelf hij wordt zelf geciteerd in de boeddhistische teksten als dat een advies is wat hij ook zijn monniken aanraadde. Om te mediteren voor het slapen gaan. En op die manier ontdek je dus dat je dromen vaak ook positiever zijn of minder. Dat je dus minder droomt en als je droomt, dan is het vaak positief. Waarom? Omdat in meditatie leer je negatieve emoties een beetje los te laten. Ja. Dus meditatie is een goede manier om met deze zaken om te gaan. Natuurlijk niet alles, hè? Bijvoorbeeld twijfel in jezelf, diepe twijfel, diepe vertwijfeling is iets anders, maar diepe twijfel over het leven... over wat je met leven wil, dat is misschien niet echt iets wat je kunt oplossen in een meditatiesessie voor het slapen gaan. Maar het zou wel kunnen dat die twijfel iets minder vat op je hebt. Waardoor je misschien er wel over droomt, maar dat je er een beetje naar kunt kijken in je droom. Dat je denkt, oh ja, ja. En een beetje om kunt lachen. Ik heb zelf de ervaring dat je nou niet door meditatie meteen je hele droomwereld blanco maakt. Dat is het niet. Of dat je alleen maar over hele mooie bloemetjes en bijtjes en bossen en mooie landschappen droomt of zo. Zoals een soort van nature channel. Nee, dat is het niet. Het is meer dat je gewoon dingen waar je nog aan moet werken of dingen die je nog mee bezig bent, ook wel ziet voorbijgaan. Maar dat je het een beetje
om kunt lachen, als het ware. Dat je een beetje om kunt lachen. Je ziet niet meer ravijnen waar je instort en zo, of dat soort dingen. Maar meer dat je er een beetje om kunt lachen. Ja. Dat kan voor mensen natuurlijk verschillen. Ja. Dan is er nog, er zijn er nog twee andere oorzaken. Zoals we, misschien weet je nog hoe we zijn begonnen. We hadden de fysieke oorzaken. We hadden de mentale oorzaken. De bovennatuurlijke oorzaken en de oorzaken van karma. Nou, de bovennatuurlijke oorzaken. Nu wordt het wel steeds ingewikkelder. hadden jullie zojuist ook al, verschillende van jullie hadden dat al genoemd, dat er misschien bepaalde dingen zijn, boodschappen die we hebben gekregen, bovennatuurlijke oorzaken. Dus in het boeddhisme geloven we ook dat we niet alleen zijn in deze kosmos. Maar dat er ook andere wezens zijn om ons heen die we niet met het blote oog kunnen zien. Dit noemen we deva's. Deva's, dat zijn, zou je kunnen zeggen, engelen, maar het is niet helemaal hetzelfde. En dat zijn dus ook de soort van dingen die je normaal in het Nederlands geesten zou noemen. Maar deze wezens, die willen soms iets met ons communiceren. Nou. Nou, in het boeddhisme geloven we dat heel veel van deze wezens niet in de mensenwereld wonen, maar wel een aantal wel in de mensenwereld. Nu moet ik erbij zeggen, er zijn ook heel veel moderne georiënteerde boeddhisten die het allemaal prietpraat vinden, maar als je echt uitgaat van de oude teksten, ja, dan is dit een onderdeel van het verhaal. En het is natuurlijk iets wat we niet zomaar ineens kunnen wegdoen, want het is niet iets wat we nou kunnen zeggen dat het onzin is, want we weten gewoon niet alles van de wereld om ons heen. Het idee is dus dat sommige van deze wezens soms iets met ons willen communiceren, iets wat ze kunnen zien. Het idee is dat ze soms wat meer weten dan mensen, maar ook niet alles weten hoor. En hoe weet je dan dat onze dromen van bovennatuurlijke wezens komen? Of wezens die niet menselijk zijn? Nou, dit soort dromen zijn heel helder en gemakkelijk te herinneren. Ze zijn dus anders dan de andere dromen. En normaal dromen we ze net, zo ongeveer net voor de zonsopgang. Normaal dromen we deze dromen ongeveer zo net voor de zonsopgang. Daaraan kun je het zien. Dat is wat de traditionele teksten zeggen in ieder geval. Ja. Het kan zijn dat het een beetje gesimplificeerd is, maar dit is de algemene lijn. Dus dromen die we ontvangen van dergelijke wezens, die zijn heel helder en gemakkelijk te herinneren. En die dromen we net voor de zonsopgang. Ja, niet 1 minuut voor de zonsopgang of zo, maar die periode. Hè? En... maar het interessante is, en dat is wel typisch voor het boeddhisme ook, zeggen ze dat zelfs zulke bovennatuurlijke wezens, die hebben hun fouten. Dus soms dan communiceren ze iets waar je helemaal niks aan hebt. Soms zitten ze ons een beetje te pesten, zo zeggen ze in de teksten. Het staat er letterlijk. Dus ja, ook deze geesten, die hebben verschillende intenties. Ja. Dus het kan zijn dat het een belangrijke boodschap is. Iets wat een geest ziet aankomen en dat we in de gaten moeten houden. Het kan te maken hebben met onze toekomst. Maar het kan dus ook zijn dat het gewoon een beetje gepest is. Dus dat is een beetje het probleem hier. Maar er is nog een ander soort dromen. En dat zijn de dromen vanwege de wet van karma of kamma. Zoals je misschien nog kunt herinneren, karma is wat we doen in onze gedachten, woorden en daden. En die creëren een soort van energie. Wordt wel eens vergeleken met energie of vergeleken met een soort van water. En die energie die trekt bepaalde dingen aan. In dus van dezelfde soort. Hè? Dus het is niet een magneet die altijd het omgekeerde aantrekt. Maar het is iets wat hetzelfde soort van activiteiten weer aantrekt in ons leven. Zeg dat we bijvoorbeeld in een vorig leven altijd... mensen kansen hebben gegeven. We waren iemand met een positie, met macht en invloed. En we gaven heel veel mensen altijd de kans om allerlei dingen te doen in hun leven. We waren iemand die vrijgevig was naar onze medemens.
En in dit leven gaat het wat moeilijk. Maar het zou kunnen dat je ineens die goede karma van een vorig leven, of je kunt ook zeggen, als je het niet meteen te complex wil maken, dit leven, maar het begin van je leven misschien, toen je nog wat vrijgeviger was dan nu, en dan denk, komen ineens die karma, die komt weer opnieuw tot uiting. Dus die positieve dingen die je voor anderen hebt betekend, die komen ineens weer op je pad. Dus je merkt ineens dat mensen je gaan helpen. We zaten een beetje in een nood, maar we merken ineens dat de mensen op ons pad komen die ons gaan helpen. Die komen uit het niets, lijkt wel. Dat is typisch iets karmisch. Iets karmisch. Karmisch bedoel ik dus iets wat te maken heeft met karma. En het gekke is natuurlijk dat die karma daardoor ook iets onze droom beïnvloedt. Karma die we in het verleden hebben gedaan, beïnvloedt dus ook onze droom. Niet alleen ons leven nu, maar ook de droom. Dus zeg dat we vrijgevig zijn geweest in het verleden, naar anderen toe, dan merken we in onze droom, dromen we over vrijgevigheid. En we merken dus dat in ons werkelijke leven, dagelijks leven, die vrijgevigheid ook ons pad opkomt. Dat de mensen ineens vrijgevig naar ons gaan zijn. Daarmee zou je dus kunnen zeggen dat de droom werkt als een soort van voorteken. Maar eigenlijk is de droom niet direct gerelateerd aan de daad. Maar zijn ze allebei veroorzaakt door dezelfde karma in het verleden. Nou, dat is een technisch detail, maar waar het op neerkomt is dat dingen soms wel een betekenis hebben in onze dromen. En dat er dus wel in onze dromen soms dingen worden voorspeld. Die te maken hebben met dingen die we hebben meegemaakt in het verleden. Dus om een lang verhaal kort te maken, er zijn verschillende soorten dromen en ze kunnen dus te maken hebben met karma. En zoals ik al eerder zei, dit is een beetje een detail. Karma dat gaat over hoe we handelen. Op basis van bepaalde emoties of bepaalde eigenschappen. Kan positief zijn of negatief. Als we handelen uit negatieve emoties, zoals haat bijvoorbeeld, of boosheid. We plaatsen wel eens een negatief bericht over iemand op Facebook, schelden iemand uit. Kan het zijn dat het ineens weer op ons pad komt en dat we daarover dromen. Maar het kan ook zijn dat we juist hele mooie dingen gedaan hebben, zoals ik net al die vrijgevigheid noemde. Dus de soort van eigenschappen of soort van emoties waar we ons daarop baseren, bepalen de karmische waarden en ook de gevolgen ervan. Waaronder dus ook onze dromen. Karma, zoals ik al eerder zei, is niet dat je overal de schuld van geeft. Ik bedoel dat je niet alles maar zegt van ja, dat is karma, karma, karma. En het is ook altijd een zekere vrijheid mogelijk. Het is niet van dat je nou alles schuld geeft aan je karma of aan God of aan je noodlot. Maar er is altijd een vrijheid mogelijk. Dus ook als een droom iets lijkt te voorspellen, dan is het altijd nog wel mogelijk dat we die karma beïnvloeden op een bepaalde manier door ons huidige handelen. En natuurlijk, zelfs als we het niet kunnen veranderen, de dingen die in ons leven gaan gebeuren, dan kunnen we nog altijd wel opnieuw ervan leren en weer opnieuw na vallen komt altijd weer opstaan, zeg maar. Dus in zekere zin is de wet van karma, kunnen we ook op een bepaalde manier even op reflecteren en daardoor een zekere verantwoordelijkheid ontwikkelen en ook realistischer worden. Iemand die ook daadwerkelijk de wereld kan veranderen en daar de energie en de inspiratie voor heeft. Dus karma is niet alleen maar van boontje komt op zijn loontje, maar het is een hele filosofie en een manier van kijken naar de wereld, waardoor je heel meer proactief en creatiever in het leven kan staan. Nou, om dit verhaal tot een einde te brengen, alle dingen die we doen, doen ertoe. Zijn allemaal belangrijk. En wanneer we dus ook goede dingen doen, dan merken we dus ook dat onze daden de inhoud van onze dromen bepalen. Doordat we positiever in zijn gesteld, dat we positieve gevoelens hebben, positieve gedachten.
Maar ook door via de karma dus. En ze zeggen dus ook wel in het Engels, dat is een hele mooie uitspraak, the mind is a terrible thing to waste. En dat is ook zo. Onze eigen geest is het meest waardevolle bezit dat we hebben. Dus als we kijken naar onze dromen, dan kijken we naar onze eigen geest. En dan kijken we, oké, belangrijk dat ik daar goed voor moet blijven zorgen. Soms dan merken we dat in onze dromen, dat er heel veel speelt. En dan geeft het aan dat we misschien eventjes moeten terug gaan kijken van, oké, ik ga even wat meer aandacht besteden aan mijn geest. Even wat meer dingen laten bezinken. En een hele goede manier om dingen te laten bezinken is door gewoon stil te zitten in meditatie. Een manier om dat te doen ook is door te mediteren voor het dromen, voor het slapen. Dan komen we ook wat positiever en meer met een open geest in de droom terecht. Dus dat wilde ik daarover zeggen. Het is niet een heel uitgebreide presentatie vanavond, maar ik denk dat de belangrijke dingen erin staan. Ik heb nog een beetje gezocht naar of ik er meer over kon vinden, maar het is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde rijtje wat door verschillende boeddhistische leraren hierover wordt aangehaald. Maar ik denk dat het wel erop neerkomt dat we onze dromen kunnen we analyseren, maar uiteindelijk heeft het heel erg te maken met hoe we in ons dagelijks leven handelen. En de inhoud van onze dromen heeft heel erg te maken met de inhoud van onze geest. En hoe we daar positief dan wel negatief in staan. Dus zijn hier misschien nog vragen over? Of opmerkingen, mensen die hier nog iets over willen zeggen?